Een deel van de commissaris Roblesweg in Kommewijnen is helemaal weggezakt. Volgens een operator die daar werkzaam is, komt dit door de zware regens van de afgelopen dagen en de hoge waterstanden. Door het verwijderen van de mangroveplanten had het rivierwater vrij spel. In de bocht van Visserszorg nabij Dolphins Resort is de linker rijbaan helemaal weggezakt. Dit vormt een groot gevaar voor de weggebruikers, vooral in de avonduren. Twee lokale ondernemers hebben niet op de overheid gewacht, maar zijn begonnen om het slechte weggedeelte te rehabiliteren. Wij proberen een tijdelijke oplossing te brengen. Deze situatie is al enkele dagen zo en wij kunnen niet wachten totdat de hele bocht is weggespoeld, zegt een van de ondernemers die anoniem wil blijven. Districtscommissaris Mohamed Safik Rajab geeft aan dat hij dit onder de aandacht van de minister van Openbare Werken heeft gebracht. Ik heb afgelopen dagen veel klachten gehad van een wegverzakking. Dat is aan de Visserszorgweg. Dat is eind Liliendaal, waarbij de hotel Dolphin daar gehuisvest is. Daar is een wegverzakking. We hebben met man en macht moeten lappen, maar het heeft ons niet geholpen. We hebben de minister reeds op de hoogte gesteld. Er is intussen werk van gemaakt voor een calamiteit aanpassing aan te brengen, dat men een duurzame oplossing moet doen. Dus ik heb net de minister ook ontmoet bij de, onze samenzijn van geletterdheid. Dus daar heb ik ook de minister gesproken en hij heeft me gezegd van, het is er wel een spoedeisend karakter. Hij zal er dan eraan zitten om dat zaak sneller te helpen. De DC benadrukt dat hij met de regentijd opkomst ruim 98% van de goten en de trenzen in het district heeft laten ophalen. Hij roept de bewoners op om het district schoon te houden.